Wel, ik ben natuurlijk een supporter van KSV Temse en ik kom wanneer er iets op het spel staat. En deze avond staat er iets op het spel, dus wij nemen aan dat het een topmatch wordt en wij duimen voor KSV Temse, want ze zitten uiteindelijk in een glorieperiode, dus mijn pronostiek is 2-1 of 3-2. Ja, er staat inderdaad heel wat op het spel vandaag. Want ja, als ze vandaag de wedstrijd winnen, komen ze gelijk met Oudenaarde, die momenteel op de eerste plaats staat. Wel, laat ons zeggen dat de evolutie van deze competitie voor KSV eigenlijk spectaculair is. Een slechte start, maar dan zoals de wijn altijd maar beter geworden. En inderdaad, als ze vandaag winnen, dan spelen ze eigenlijk mee virtueel voor de titel. En dan zien we dat allemaal met veel vertrouwen tegemoet. Wij duimen dus voor een overwinning. Wat verwacht je van deze wedstrijd vandaag? Wij verwachten een topwedstrijd op niveau met heel goed voetbal, want het zijn twee uitstekende ploegen. En we nemen aan dat Temse daarbij de bovenhand zal hebben. Is het toegelaten om als burgemeester vandaag volop medesupporter voor de ploeg? Het is niet alleen toegelaten, het is een verplicht nummer om dat te doen. Maar ik doe het ook met hart en ziel, omdat het inderdaad vanuit the bottom of my heart komt. Ik ben eigenlijk een supporter van KSV Temse sinds mijn prille jeugdjaren. De jaren 50, toen was mijn kozijn Roger Janssens hier verbonden aan de club. Die is trouwens nadien getransfereerd naar Eerste Nationale Union Sint-Gilles. En ik volg dus KSV al die jaren, meestal als stille supporter van op de tribune bij wijze van spreken. Maar van tijd tot tijd kom ik boven water bij topwedstrijden zoals deze. Nu, ik neem aan dat je vandaag geen stille supporter gaat zijn. U zegt? Ik neem aan dat je vandaag geen stille supporter gaat zijn. Ik zal vandaag geen stille supporter zijn, inderdaad. Ik zal ermee meeleven, ik ken mezelf en ik zal aanmoedigen en scanderen. En het zal zijn zoals in onze jeugdjaren. We zullen uit volle borst supporteren.